Welkom opnieuw in de studio, Studio Vlaams Parlement. Het debat over de lijn met 3,5 miljoen reizigers per jaar heeft bijna elke Vlaming er wel eens mee te maken. En het gaat hier over de problemen waarmee het vervoersbedrijf kampt. En we hoorden Karin Brouwers van CD&V nu hier bij ons in de studio. Dag mevrouw Brouwers, goedemiddag. Ja, als je die cijfers hoort, tevredenheidscijfers, slechts 6 op de 10, 4 op de 10 tevreden over de stiptijd, 6 op de 10 dus niet, managers die vertrekken, 150.000 afgeschafte ritten dit jaar en 16.000, meer dan 16.000 klachten al dit jaar. Ik som maar op, want het is indrukwekkend. Ja, daar hangen donkere wolken boven de lijn. Donkere wolken, dat klinkt heel onheilspellend natuurlijk. Maar het is zo dat het aantal klachten over de lijn altijd vrij groot geweest is, maar toeneemt. En dat zou natuurlijk niet mogen. Ja, de voorbije 3 jaar zijn ze gestegen. Ze zijn gestegen. En is de tevredenheid gedaald? Ja, de tevredenheid is... Hoe komt dat? Wel, de oppositie wijt dat aan de grote besparingen die we zouden gedaan hebben. Maar dat blijkt toch niet helemaal te kloppen als wij horen op het einde van het debat dat de minister zelf zegt dat het niet het gebrek aan exploitatiemiddelen zou zijn. De directeur-generaal tenminste heeft daar dat zo gezegd, dat de oorzaak zou zijn van de problemen. Dus daar moeten we het alvast niet zoeken. Het management in zijn geheel heeft natuurlijk in de eerste plaats naar zichzelf te kijken, want men zegt nogal gemakkelijk, het is allemaal de schuld van de politiek, het is de schuld van de regering, maar hier heb je een raad van bestuur, je hebt een directie. Er zijn 50 managers hè, die dat bedrijf moeten organiseren. Ja. Oppositie kijkt naar de regering, naar de regeringen. Maar u zegt, laat ons ook eens kijken naar de manier waarop dat bedrijf wordt gerund. Ja, en daar is het probleem natuurlijk dat het niet gemakkelijk is, omdat we in een transitie zitten naar een nieuw systeem. Vroeger hadden we een aanbodsysteem, overal bussen inleggen, of er nu mensen op zaten of niet. Nee, iedereen had recht op een bus op zoveel meter van zijn deur. We zijn van dat systeem afgeschaft. Dat decreet is nog maar net voor de verkiezingen goedgekeurd. Nu worden er vervoerregio's opgericht die vervoersplannen moeten maken met een kernnet die een aanvullend en een net en een vervoer op maat moeten gaan uitwerken, waar dat dus al onze burgemeesterschepen van mobiliteit mee aan die kar mogen duwen. Dus die transitie naar dat nieuwe systeem betekent natuurlijk voor de lijn ook wel wat. En we hebben ook wel aan de lijn gezegd, dat is punt 1, de basisbereikbaarheid, het nieuwe systeem, wat voor hen ook nieuw is en een uitdaging. En het tweede is natuurlijk dat we vanuit Europa niet zomaar de lijn verder intern operator kunnen laten spelen. Ja, ik mag daar even op inpikken, want waar het vaak over ging in dit debat is de fameuze benchmark die er gaat komen. Ja. Dat is om te gaan vergelijken met andere Europese landen richting mogelijk zijn privatisering. Maar dat zit er dus, of gedeeltelijk, dat zit er dus onvermijdelijk aan te komen dat men de lijn zal vergelijken met andere aanbieders. De vergelijking, dat wil nog niet zeggen dat we gaan privatiseren. We gaan dat uiteraard proberen te vermijden. De lijn weet dat. Het staat ook in het decreet. Europa legt dat ook op. Er zal een benchmark moeten komen. Niet zozeer met andere landen, maar ook vooral met andere bedrijven. Van, is de lijn even goed in staat om het openbaar vervoer te organiseren zoals een privaat bedrijf dat zou kunnen. U hoort wel daarbij uw coalitiepartner Open VLD dat die lijkt al gekozen te hebben voor de privatisering. Het hoeft bij liberalen niet te verbazen, maar voorzitter Gwendoline Rutten zei bijvoorbeeld, kijk naar de vroegere BRT, we hebben er VRT van gemaakt, van de RTT hebben we Proximus Telenet gemaakt. Voor hen lijkt die benchmark zelfs niet meer nodig. Als je van de BRT VRT hebt gemaakt, is dat nog altijd wel een overheidsbedrijf. Hè. Dus nee, ik denk, ik moet niet voor de VLD spreken. Het zijn de woorden van mevrouw Rutten. Maar je voelt daar natuurlijk wel de wil richting privatisering en ze kijken naar Nederland. Daar zit een ideologisch verschil op, laat het mij zo stellen. Maar wij denken dat de lijn perfect zal kunnen aantonen dat zij wel degelijk efficiënt werken. En dat zijn die besparingen waar men naar verwijst. Er is inderdaad... Het globale budget is groter geworden, is de laatste jaren alsmaar gegroeid, maar daar zitten ook investeringen in. Maar als het over exploitatie gaat, de dagdagelijkse werking van de lijn, zijn er inderdaad serieuze efficiëntieoefeningen gevraagd. Maar net daarom
zal ook blijken dat ze even efficiënt kunnen werken als de privésector. En dan stelt er zich ook geen enkel probleem om intern operator voor het openbaar vervoer in Vlaanderen te blijven. Dat maar is met onze die, mening. Die lagere exploitatiekosten zorgen er volgens oppositie net voor dat je minder bussen kan inleggen, dat die minder stipt rijden, dat er te weinig chauffeurs zijn? Dat lijkt dus niet te kloppen. Dat er minder bussen zouden kunnen ingelegd worden. De directeur-generaal heeft dat dus tegengesproken. Dat bleek uit het antwoord van Die heeft gisteren bij de minister aangegeven dat hij voldoende middelen heeft. Hij heeft voldoende middelen om alle bussen te laten rijden. Hij heeft alleen onvoldoende chauffeurs. En ze zijn sinds februari met een campagne begonnen om chauffeurs te werven. Daar zijn er nu al meer dan 400 van de 570 die nodig zijn aangeworven. En we hopen dat tegen het einde van het jaar effectief voldoende chauffeurs in dienst zullen zijn. Dus daar denk ik dat dat eigenlijk toch niet echt speelt. Ook daar gaat het overigens, kwam hier ook ter sprake, over mogelijk zijn imagoprobleem door al die slechte berichtgeving over de lijn, ook wat stakingsacties. Dat schrikt wat de reizigers af, maar misschien ook mensen die er willen komen werken. Ja, ik denk dat we inderdaad moeten opletten dat we het imago van de lijn niet verder zitten besmeuren. Of dat nu door politici gebeurt, of door personeelsleden die vertrokken zijn, of door journalisten in kranten. Het doet natuurlijk geen goed aan het imago van de lijn om elke week opnieuw nieuwe verhalen te moeten lezen in de pers die de lijn proberen onderuit te halen. Dus dat is absoluut geen goede zaak, dat is zo. Ja, ja. Er komt een nieuwe beheersovereenkomst voor de lijn, die de vorige dateert van 2017. Dat zal dan de wissel op de toekomst moeten zijn in Fileland Vlaanderen. We hebben echt alternatieven nodig. Ja, nu in Fileland Vlaanderen is de lijn niet het enige alternatief. We zullen ook moeten zien wat er gebeurt met NMBS op federaal niveau. Ja. En uiteraard, Vlaanderen is ook bevoegd samen met provincies en gemeenten rond fietsbeleid. Er zijn nog wel wat andere actoren die mee kunnen zorgen voor minder files. De nieuwe beheersovereenkomst waarnaar u verwijst, die moet er inderdaad komen. En daar hebben we ook in het regeerakkoord afgesproken om daar toch doelstellingen meetbaar te gaan insteken om veel beter te kunnen opvolgen, ook vanuit de Vlaamse overheid, of de lijn al die doelstellingen ook wel haalt. Dus die nieuwe beheersovereenkomst zal in het kader van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid er allicht anders uitzien dan de vorige, want dat was een transitieovereenkomst. Nu gaan we naar een echte voor 5 jaar en hopen dat we dat op een goede manier kunnen voorbereiden. Ik heb het een andere gezegd in mijn tussenkomst, dat we daar misschien best hoorzittingen met het veld, ook met het middenveld, trein, bus enzovoort, zouden organiseren hier in het parlement. En dan onze aanbevelingen aan de regering meegeven om die beheersovereenkomst dan te onderhandelen met de lijn. Dat dan, dus die benchmark en de beheersovereenkomst. 5 jaar is inderdaad al langer dan de vorige. Dat wordt eigenlijk het ticket of het busticket naar de toekomst voor de lijn, zeg maar. Bedankt voor dit gesprek. U ook bedankt om dit gesprek te volgen. Tijdens het debat ging het overigens vaak over die commissie mobiliteit waarover de lijn werd gediscussieerd, waar het over die cijfers ging. We hebben die ook gevolgd en voor u samengevat. U kan die zondag volgen, de samenvatting en het debat zondag op Vlaams Parlement TV.